koolzetdossen, dat deed ze dan vroeger op plant. Dat bleef op plant liggen. Dat koolzet, dat bloeien, zag je dus in voorjaar prachtig bloeien. En dat was een prachtig gezicht. In de oorlog is het ook nog wat gebeurd, maar vroeger deed ze dat algemeen bij de boeren. En ze dat koolzetdossen. Eerst moest het natuurlijk gesneden worden. Dan liet ze een lange stoppel staan. En dan hingen ze dat spul, dat lag dan een dag of wat te dragen, dus in de zon. En dat lag op strook? Dat lag op strook. En dan gingen ze op een, dus, ja, op een nog een vroeg, of op een eigen, daar zei ze een boer, dan hebben we dat maar gezwennen. En dan kwam alles in het geweer. Ook de kleine jongens. Ik had het zelf nog wel op het doen, dan in school gaan. En dan mocht ik 's ochtends om 2 uur mee uit bed, want dan was dat nog nat. En dan moesten we dat zijd wennen. En dan ging, het was kleine jongen, dan kon je net die zwaddertjes, noemen ze zwadders, die kon je dan omdraaien. En dat moest voorzichtig gebeuren. Dat moest voorzichtig gebeuren. En dan draaide dat om. En als het dan klein was, dan gebeurde dat nog eens een keer. En dan pas was dat goed om te gedossen. Ja. En dan togen ze erop uit met heel dat personeel van die boer. De knecht zowel als de arbeiders. En ook nog wel arbeiders van de, buurboeren, die liepen dan elkaar erin. Ja. En dan gingen ze dus met de vlaai weer dossen. En dan was dat een prettig gezicht, want dat zei dat weer gehellen van zogenaamde open. Die zetten ze, dat zetten ze in open, in tollen. In tollen. En dan werden die vrouwen weer bij, die liepen door die lange stoppels met een lijken. Dus dat droegen ze dan met de twitjes, droegen ze dat lijstje voorzichtjes vol en dan brachten ze naar een groot zeilzeil, een zeil er weer op gedossen. Ja. Dan werden er dus vier span van die vrouwen en die droegen maar steeds aan. En die man die doste me. Die stond met de zes of soms met de achten. Toen doste een klop, 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 klop. Deze dan met de vlaai. En dat ging altijd met de vlaai. En dat werd dan natuurlijk ook op open geveegd en opgeschept. En dat werd dan later op de dorsvloer in de schuren schoven. Maar dat was nogal een tamelijk zwaar werk. En dan was de boer er toch wel van overtuigd dat die mensen er ook wel wat extra's bij konden gebruiken. Ja, die kwam nou een vinkslokje bij. Dan kwamen ze daar dan als er wat stroop. En jenever, onze dan. En dan mieken ze van die jenever dus. Stroopje jenever, zei ze dan. Stroopje jenever. En dan gingen ze er een borreltje van drinken. En nou waren natuurlijk die boeren, die waren ook voorzichtig. En die zei nou, niet voor tegen de neven hoor. Niet al te druk overdag, want dan heb je natuurlijk dat werk onder die. En dan gingen ze aan drinken. Af en toe een slokje, maar tegen de neven. Wat dan zo net gebeurd was, dat de boel aan de kant gewoon, daar zei ze, nou, vooruit, geef me er een beetje toe. En dan werden ze s'avonds met zo'n boerenwagen op een boerenwagen geleid, het hele stal. En dan gingen ze in vrolijke stemmen, gingen ze dan naar het dorp. En dan kon je ze soms van een kilometer al aan horen komen, want dan was het, wat je noemt, wat aan boord, hè. Ja.